Welkom terug bij de Orde van de Lotus, Jean, Jeannie. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik ben dus rails aan het leggen. En ik vind het wel goed zo. Maar ik ga het niet ophalen. Ik ben al een heel eind gekomen. En ik ga ook tegelijkertijd een trap hiernaast maken. Ja, ik verdwaal nog wel eens. Dus, en dan is het gewoon fijn als ik gewoon makkelijk in de weer kan lopen. En hier zit dus een gat. En ik ben niet zo blij van dat gat. Die kan wel even naar de kant. Je ziet, ik heb mijn fire protection bij me. Aanleggen. En dan moet die weer terug. Ik heb waarschijnlijk niet zoveel nodig, maar hier iets meer. Te stoppen voorlopig. Die daar weer doen en dan kan ik daar ook heen. Oh, dat is ook niet zo fijn. Zo. Nou ja, zo kan het ook wel. Maar ik moet nog verder. Natuurlijk niet voldoende rails bij me, maar dat maakt ook niet uit. Ik kan er wel een stukje. Stopsteen zetten. Uiteindelijk komen overal drukknoppen waarmee ik mezelf lanceer. Hier kan eigenlijk geen gas bij komen, maar mijn oog ziet wel weer wat anders. Iets wat er eerst nog niet was. En dat is kwarts. Dat was er eerst niet. En kijken wat het is. Die zulke touch heb ik nodig voor de paddenstoel.
Daar is de portal waar ik heen moet. Nou, de rest laat ik even zitten, dat doe ik voor andere keren. Ja. Dan ga ik nu eerst paddenstoelen halen. En creepers ook, ik wil zombies. Oh, toch een creeper daar. Ah, meer. Daar was een skelet. Ja, maar dan. Ik dacht, misschien krijg ik. En nu al een. En daar een heks. Maar je moet zelf verdomd opletten. En het wordt ook weer daglicht, dus ja, nog weer een boog erbij. Dankjewel voor de boog. Goed, ga naar het bos. Naar het donkere bos. En we moeten hier ergens, ja, daar. Ik heb ook nog ergens paddenstoelen geplant. Even geen diepe geplant. Maar ik dacht dat ik ook nog een paar rode had geplant. Even zoeken. Ja, hier. En daarvan had ik boommeel meegenomen. Natuurlijk helemaal niet zoveel meer te hebben, maar ja. Ik vind het ook jammer dat de structuur verandert, want ik vind dit ook wel een grappige vloer. Zo, die blokjes. Dat had ik ook wel leuk gevonden. Dat zit er dus niet in. Jammer dat hij niet wil groeien. Dus. Er nog ergens eentje staan. Misschien heb ik die ook wel gewoon te dicht onder een boom. Ja, je kunt ze maar op bepaalde plekken planten en dan houdt het eigenlijk alweer op.
En goed, ik heb straks een heleboel rode over, dus misschien maak ik gewoon wel een rood pad die kant op. Dat is makkelijker terug te vinden. Er zit een inktvis in de vijver. En dat is ook iets wat ik best wel apart vind. Want daar heb ik dus bij het voorhuis helemaal geen last van. Maar daar haal ik dus de... Even wachten tot de volledig geladen is. Dit werkt. Testdrive. Oh, het gaat letterlijk als een trein. Geen blazers meer. Gas zie ik niet, ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Kijken of we helemaal niet goed rond. Ik heb een paar keer gehad dat er hier eentje op dook. Daar zie je de blazers wel. Dat is boven de spawner die ik daar gebouwd heb. Altijd als ik de portal uitkom, dan heeft hij er een beetje moeite mee. Zo, kan ik in ieder geval het vloertje afmaken. Oh nee, dat hoeft er niet. God, wat slim. Even kijken hoor. Dit is de subpatch. Dus ik kwam er ook maar een paar tekort. En nou maar bedenken, welke kleur zou hier tussen staan? Maar ik wil nog wel eens een keer een echt paddenstoelenbos ontdekken. En wat van die mycelium meenemen, want je weet maar nooit wanneer het gewoon van pas komt. Ja. Dek. Oh, dat is een ellende elke keer. Kijk, wat hebben we hierin zitten? Ook alleen maar de... wel ijzer in te doen. Wel eventueel, nou ik heb zelf mijn kaart. Zo, we zijn er weer. Het is nog steeds daglicht.
hier maar eens even langs. Het is hier redelijk goed verlicht, dus het moet helemaal laden. De machine heeft er een beetje moeite mee allemaal. Oh, wacht eens even. Wat staat daar nou bovenop? Staat hij weer bovenop de uitkijk? Nou, we zien het gauw genoeg. Even een kijkje nemen. Ja, hij staat weer toe te kijken. Hij is ook wel redelijk gek op deze trap, geloof ik. Grappig, hè? Nou goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dan doen we weer meer. Dag.